Welkom, ik ben Roel van Lightspeed en ik zal in deze video laten zien hoe je specificaties aanmaakt in Lightspeed. Specificaties kun je aan je producten toevoegen om zo bepaalde eigenschappen van een product te tonen. Hierbij gebruiken we attributen en waardes. Je kunt dit gebruiken voor bijvoorbeeld materiaal, afmetingen, snelheid, geheugen, stroomverbruik en nog veel meer. Om specificaties aan te maken gaan we naar producten en dan specificaties. Hier zien we een overzicht van aangemaakte specificaties. We kunnen nieuwe specificaties toevoegen door rechtsboven op specificatie toevoegen te drukken. Hier vullen we een titel in, bijvoorbeeld horloges. Ik weet later dat ik deze specificaties toe moet voegen aan horloges. Vervolgens komen we in een nieuw scherm waar we attributen kunnen toevoegen. Een voorbeeld van een attribuut is bijvoorbeeld land van herkomst. Als ik op nieuwe toevoegen klik, kunnen we deze aanmaken. Vervolgens kunnen we bij een attribuut ook een standaardwaarde toevoegen. Een standaardwaarde is handig als je bijvoorbeeld een bepaalde waarde hebt die heel vaak voorkomt bij bepaalde producten. Zoals land van herkomst, Zwitserland. Omdat ik weet dat heel veel horloges in Zwitserland worden gemaakt. Dan hoef ik dat later niet meer handmatig aan te passen. Vervolgens slaan we het op en is de specificatieset opgeslagen. Je kunt er nog veel meer toevoegen, maar voor dit voorbeeld laten we het even bij eentje. Vervolgens gaan we weer naar producten. En ga ik naar een horloge, bijvoorbeeld deze. Hier kunnen we de specificaties aan toevoegen door omlaag te scrollen. En dan bij specificaties productsoort aan te klikken. Ik selecteer horloges en ik sla deze op. Vervolgens is dit gewijzigd. En als we naar de pagina gaan, zien we ook dat er een tabje specificaties is toegevoegd. En dat we het hier kunnen zien welke specificaties het heeft. Nu is het zo dat dit horloge gemaakt is in Japan en niet in Zwitserland. Dus daarom moeten we de standaardwaarde aanpassen. We gaan daarom naar de specificatie toe. En dan gaan we deze aanpassen door hier bij het land van herkomst op wijzigen te klikken. Vervolgens kan ik de waarde aanpassen naar Japan. Als ik hem opsla en terug ga naar de pagina, kan ik zien dat dit aangepast is. Nu is het zo dat je niet per se specificaties hoeft te gebruiken. Je kunt deze informatie bijvoorbeeld ook kwijt in het veld inhoud. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je nu meer weet over het aanmaken van specificaties. Voor meer informatie over dit en andere onderwerpen, kijk gerust naar onze andere video's en handleidingen in het helpcentrum. Tot ziens.